Mevrouw Kruisen heeft zich aangemeld om in te spreken bij het agendapunt 9.3. Het raadsvoorstel vaststelling Centrumplan Woningbouw Abbekerk. En dan kom ik bij mevrouw Renoy. Wil namens het bestuur van de dorpsraad Abbekerk Lambert Schaag inspreken over de huisvesting en het behoud van de huisartsenpraktijk nu de verbouwing van het dorpshuis voorlopig niet doorgaat. Mevrouw Renoy, ik nodig u graag uit aan tafel. U heeft... Ga eerst rustig zitten. Welkom. Dank u wel. En u heeft contact gehad met de Griffie, dus u weet dat u 5 minuten tijd heeft voor uw inspraak. Ja, hoor. Gaat uw gang. Ja. Goedenavond allemaal, beste commissieleden. Mijn naam is inderdaad Christine Renoy. En voor u zit een teleurgestelde, maar vooral bezorgde inwoner van uw gemeente, de gemeente Medemblik. En voor u zit ook een teleurgestelde en vooral bezorgde voorzitter van de dorpsraad Abbekerk, Lambert Schaag. Ik sta hier helaas, of zit hier helaas, niet voor de eerste keer. Op 15 november van het afgelopen jaar sprak ik de toenmalige gemeenteraad ook al toe. Ik liet mijn irritatie blijken over het feit dat toen na 7 jaar en na 2 raadsbesluiten de vernieuwbouw van ons dorpshuis wederom abrupt tot stilstand kwam. Al het geld voor een adviesbureau en alle energie die door de vrijwilligers van het dorpshuisbestuur was gestoken in een plan voor de vernieuwbouw van het dorpshuis ging linea recta de prullenbak in. We zijn weer een jaar verder met verkiezingen en de formatie van een nieuwe gemeenteraad. Maar een nieuw dorpshuis is er nog steeds niet. Het dorpshuis dat zoveel ouderen uit de eenzaamheid haalt en de kinderen en de jeugd van Abbekerk en Lambert Schaag plezier brengt in de vorm van de BSO, de sportverenigingen en het kinderdagverblijf. Een dorpshuis waarin niet meer geïnvesteerd wordt en waardoor de kosten oplopen. En een dorpshuis dat aan haar huurders niet kan vertellen hoe de toekomst eruit ziet. Allemaal problemen waar u waarschijnlijk al van op de hoogte bent, omdat dit niet de eerste keer is dat ik hier zit. Maar vanavond wil ik uw aandacht vragen voor een ander probleem. En ik heb u daarover een brief gestuurd en die lees ik graag aan u voor. Geachte dames en heren, de dorpsraad Abbekerk Lambert Schaag maakt zich ernstig zorgen over de huisvesting en daarmee het behoud van onze huisartsenpraktijk. Er is op dit moment een groot tekort aan huisartsen, zeker op het platteland, want ook hier slaat de vergrijzing toe. Artsen worden graag door gemeenten binnengehaald en kunnen ervan uitgaan dat er voorzieningen naar wens zijn. Jonge artsen met een partner met een eigen baan en idealen, die kiezen vaak niet voor het platteland. Het is daarom zo te waarderen dat in onze huisarts, dat hij met heel veel energie en wilskracht het voor elkaar heeft gekregen, 2 huisartsen zo enthousiast te krijgen dat ze graag hun medische loopbaan voortzetten in een praktijk in Abbekerk. Zij zijn echter niet genegen om dit voort te zetten in een verouderde praktijk. En let wel, deze artsen kunnen overal terecht en worden met open armen ontvangen. En deze kans mogen we ons niet laten ontglippen. Onze oproep is dan ook, wees deze keer de problemen voor, zorg voor een goede huisvesting van de huisartsenpraktijk in het dorpshuis. Met vriendelijke groet, het bestuur van de dorpsraad, Abbekerk Lambert Schaag. Dat was de ingezonden brief. Dus dat is nog een probleem waar wij als inwoners van Abbekerk en Lambert Schaag mee opgezadeld gaan worden als er niet snel wat gebeurt met betrekking tot de accommodatie van onze essentiële voorzieningen voor de leefbaarheid in onze dorpen. En daarom pleiten wij des te meer voor de vernieuwbouw van ons dorpshuis. En graag citeer ik u in uw eigen coalitieakkoord. Samen doen begint vandaag met nieuwe energie en een frisse blik. Want de toekomst is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Ik hoop dat u inderdaad uw verantwoordelijkheid neemt en met ons in gesprek gaat tijdens onze maandelijkse dorpsraadvergadering op de eerste woensdag van de maand. Ik wil hierbij ook de aanwezigheid van de dorpsbewoners van Abbekerk Lambert Schaag, die in grote getale zijn gekomen, ook ontzettend bedanken. En ik wil u bedanken voor uw aandacht. Dank u wel. Het is dan. Ik ga het toch zeggen, heel. Nou, het is, u bent al welkom geheten door voorzitter van de dorpsraad, maar tijdens commissievergadering is het bij inspraak niet de bedoeling om door enig applaus of andere vormen van geluid uw inspraak te ondersteunen. Want volgens mij, mevrouw Renoy, is uw inspraak helder en duidelijk. En
3,5 minuut. Nou, wellicht zijn er door de commissie nog vragen aan de inspreker over datgene wat is ingesproken. Meneer Huisman. Ja, dank u wel. We zien elkaar inderdaad wel vaker bij de dorpsraadvergaderingen waar ik ook aanwezig ben. En ik kan u helemaal begrijpen rondom die zorgen. Maar u geeft aan dat het plan van het dorpshuis lineair naar de prullenbak is gegaan. Maar volgens ons ligt er een plan die compleet juist is opgesteld door de eigen inwoners. En ligt die er gewoon nog steeds en is die alleen in afwachting van uitvoering. En er is nu net een nieuw college. En volgens mij krijgen we straks gewoon een begroting waarin we kunnen, en straks ook een accommodatiebeleid, waarin Huisman, we gaan zien wilt u welke rol. Komen tot uw vraag. Ja, waarin we gaan zien welke rol dat plan in al die plannen krijgt. Dus wij zijn een beetje aan zoekende van waarom dan nu deze inspraak, als er al een heel plan ligt en we moeten nog afwachten wat dat gaat doen. Volgens mij krijgen we daar in november antwoord op. Ja, nou, we zijn gewoon bezorgd over wat de huisarts heeft. Hè. Die heeft dit ook al voor de vakantie laten weten. En we wilden gewoon vanuit de dorpsraad en vanuit de inwoners onze zorgen uitdrukken. Vandaar die inspraak. We zijn in afwachting van een nieuw dorpshuis. En ik hoop echt dat dat snel gaat gebeuren. En hoe sneller, hoe beter. Hè? Want dat is natuurlijk wel zo. Binnenkort gaat wel de huisarts met pensioen. En als dat te lang duurt, dan hebben we wel een probleem. Dus ik wilde hiermee de urgentie uitdrukken. Dus de vraag was waarom deze inspraak, om de urgentie duidelijk te maken. En eigenlijk de vervolgvraag dus inderdaad van dat plan. Waarom zegt u dan dat het plan naar de prullenbak is gegaan? Want volgens ons ligt dat plan er nog steeds gewoon. Ben ik hartstikke blij mee. Ik refereerde daar ook aan mijn gesprek op 15 november van vorig jaar. Toen waren er vrijwilligers die ontzettend druk bezig waren geweest. En die zei toen, daar is veel toestanden over geweest. Dus inderdaad, we zijn hartstikke blij dat er nu het een en ander ligt. Maar we willen wel graag dat het snel gebeurt. Daar is onze zorg over. Ja. Nou, dank u wel. Meneer Beuker, fractie Morgen, gaat uw gang. Nou, eigenlijk wat meneer Huisman eigenlijk al heel goed zei. Ik zou in ieder geval het plan, als dat nu in de prullenbak ligt, om dat in ieder geval uit de prullenbak te halen. Ik denk, kijkend naar de termijn, wat u aangeeft, dat wordt een spannende. Maar weet met elkaar, we hebben hier raadsbreed is er steun om het dorpshuis in ieder geval te vernieuwen. Zij het wel dat we te maken hebben met financiële uitdagingen. En dat zou ik u wel en ook Abbekerk willen meegeven. We zijn u niet vergeten, maar houden wel rekening mee dat het inderdaad in sommige gevallen iets langer kan gaan duren. Geen vraag dus. Meneer Plekker, gaat uw gang. Dank voor uw inspraakreactie. De zorg en urgentie die u heeft delen wij ook geheel als fractie gemeentebelangen. Wij vinden het ook belangrijk dat er een goede huisvesting voor de huisarts blijft en gaat komen. Dus dat is meer een oproep op dit moment, een verzoek aan het college en het nieuwe college om inderdaad op korte termijn in gesprek te gaan. Ook inderdaad bij de uitwerking van de vernieuwbouw om dit probleem ook bij de kop te pakken en zo snel mogelijk op te lossen. Dus een oproep aan het college bij deze. Dat zal u zeker ondersteunen. Fractie D66 nog vragen aan de inspreker? Nee, bedanken voor geen vragen. Meneer Meendering. Allereerst wil ik de inspreker danken voor het hier kenbaar maken van de problemen. Hart van Medemblik staat natuurlijk nog steeds tegenover het beloofde plan in Abbekerk. Afspraak is afspraak. Wel vraag ik mij af, is de dorpsraad het met Hart van Medemblik eens dat door het trage beleid van het vorige college de gewenste optie nog steeds niet is gerealiseerd? Dat is een politieke vraag die mevrouw Renooy denk ik ook niet. Nou ja, goed, u kan beter zelf. Gaat uw gang. Ik denk ook niet dat het aan mij is om daar antwoord op te geven. Nee, is helder. Nee. Heb een tweede vraag, een andere vraag, technisch. Kan de dorpsraad mij wel vertellen hoeveel inwoners ongeveer gebruik maken van de huisarts? Nee, dat kan ik niet. Maar volgens mij komt de huisarts ook inspreken. Kunt u die vraag nogmaals stellen? Ja, maar dat weet ik niet zeker. Dat dacht ik. Ja, is dat niet zo? Ja, nee, de huisarts nee, heeft... Nee, oh, dat dacht ik. Dat hoorde ik namelijk net. Nee, dat weet ik niet. Hoeveel mensen in de praktijk... één telefoontje. En dan weet u het. Duidelijk, dank u wel. Ja. Dank u wel. Mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel. Nou, bedankt voor uw inspraak. We waarderen het dat u gebruik daarvan maakt. En wij hadden dezelfde opmerking als de heer Plekken van gemeentebelang om het college op te roepen om in gesprek te gaan. Dank u wel. ChristenUnie, geen vragen aan en VVD. Ook geen vragen. Mevrouw Renoy, hartelijk dank voor uw inspraak. En nou, het is wederom weer onder de aandacht. En dat was uw bedoeling. Dank u wel.